Mijn telefoon gaat het waarschijnlijk niet meer halen. Ik ga waarschijnlijk weer mijn geld moeten uitgeven aan een nieuwe iPhone. Maar oké, ik bekijk het positief. Ik bid tot de heilige rijst. En ik hoop dat de rijst de waterstoffen uit mijn telefoon heeft gehaald. En de kortsluiting heeft kunnen voorkomen. En dan, ik blijf gelukkig. Ik blijf het leven positief inzien. En dat zouden jullie ook allemaal moeten doen. Pray for ACID. Let's go. Waar het leven ook tegen zit, geef niet op en blijf doorgaan. Er zijn veel erger dingen op de wereld dan mijn telefoon die is in het toilet klet. Kan altijd gebeuren. Bekijk het leven positief en gewoon door fucking gaan met alles en gewoon beter zijn. En don't let the money control you. If you wanna spend money like it's hot, then you spend money like it's hot. Maar niet dat ik, rijk ben ofzo. Niet dat ik kan spenden wat ik wil. Ga gewoon weer een paar maandjes sparen voor mijn iPhone. Komt allemaal wel goed. Hij is waarschijnlijk dood. Ben ik nog niet zeker, maar ja, hij is nu bij de reparatie denk ik. Zeker dat je mag als deze video leuk vindt. Als je soms denkt, what the fuck is dit? Geef dan een leuke like. Want een like is de fucking shit. En als je nog altijd denkt, wat moet ik doen? Geef dan een fucking like. Een like, dat moet je doen. Let's go. ACID hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Holy shit, er zit nog een beetje rijst tussen mijn beugel. Shit. Bed voor de heilige rijst. Moet ik het over mijn hoofd gieten? Grapje. Anders moet ik weer een hele week muntjes oprapen. Mensen die mij al lang kijken weten het waarschijnlijk al. Mensen die mij nog niet zo lang kijken kunnen het nog niet weten. Maar oké, ik ga het voor jullie allebei nog eens vertellen. Als ik hier woon in het midden, zijn er twee huizen naast mij. Aan de ene kant de vriendelijkste mensen die er bestaan. De mensen waarmee ik heel goed overeenkom, waarvan ik echt hou. Elke keer als ik buiten kom zeggen ze hallo, ze geven een cadeautje voor mijn verjaardag. Super vriendelijke mensen. Beste buren ooit. Aan de andere kant. Aan de fucking andere kant. Daar woont de duivel. Die mensen hebben al vijf keer de politie gestuurd voor geluidsoverlast. Fucking geluidsoverlast. En het is zeker niet dat ik hier elke week een feestje geef waar ik mijn boksen fucking hard zet. Waarbij daar een hele groep mensen van mijn leeftijd in mijn kamer staan. Dat is nog nooit gebeurd. Het enige geluidsoverlast wat ze kunnen hebben is dit. Dit mooie stemmetje. Dit leuk. Ding. Yes. Daardoor zeggen zij geluidsoverlast. De politie is al zoveel keer gekomen. Als ze nu gebeld worden, komen ze niet eens niet meer. Want er is geen geluidsoverlast. Die mensen zijn gewoon fucking kut. Het grappigste is, die mensen zijn bijna nooit thuis. Echt nooit. Ze zijn hier misschien 1 keer per 3 weken. En dat is zelfs nog overdreven. Ze zijn hier gewoon nooit. Die 1 keer per 3 weken dat ze hier zijn, wel is de politie. Die ene keer dat ze hier zijn, kwamen ze aanbellen terwijl ik aan het livestream was. En hebben ze ruzie gemaakt met mijn mama. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb nog maar 1 keer iets van hun gevraagd en dat hebben ze zelf niet gedaan. Luister goed. Toen ik deze mooie boy besteld had, de G7X Powershot, let's go, was ik niet thuis toen die aankwam. Die kwam aan, maar ik was niet thuis. Dus wat doet de post dan? Ze brengen hem naar de andere kant, naar mijn mooie, lieve, leuke buren. Jammer genoeg waren die ook niet thuis. Dus naar waar gaan ze dan? Naar de andere kant. De minder aangename buren. Ze geven daar dit leuke pakketje af. Super mooi. In een doosje. Yes, let's go. Weet je wat die smerige ratten hebben gedaan? Ze hebben dat gewoon in mijn brievenbus gelegd. Dus de postbode geeft dat af. Zij zet de handtekening. Bla bla bla. Ze krijgen die doos. Wat doen ze? Ze wandelen naar buiten en leggen het in mijn brievenbus. Dit is waarschijnlijk meer geld dan die mensen per maand verdienen. Kijk, is misschien een beetje overdreven. Maar toch. Zoiets leg je niet open en bloot in een fucking brievenbus. Als er iemand langs liep, dat pakketje zag en dacht van, pakketje. Leuk. Het gewoon meenam. Ja, dan, ja. Dan was ik een camera kwijt. Maar toch heb ik nog nooit iets terug gedaan. Toch heb ik het nog nooit gerevenged voor die, al die keren dat ze de politie hebben gebeld. Voor die keren dat ze bijna een camera van mij hadden getrashed. Toch nooit heb ik hun teruggepakt. Behalve een paar keer dat ik gewoon dingen in een tuin begin te gooien en, I don't know, dat ik gewoon, als ik hen zie op straat, dat ik heel cynisch lach naar hen. Haha. Idee van deze video kwam van deze comment. Dus thanks Lara. Als ik dat juist zeg, denk het wel Lara. Thank you for the comment, was very good comment, yes, very good idea. Dus als jullie nog leuke video ideeën hebben, zet dat gewoon in de comments. Ik lees ze bijna allemaal elke avond als ik in mijn bedje leg. Oh, leuke comment. Oh, weer leuke comment. Ook al kan ik dat niet meer doen met mijn telefoon, ik doe het al op mijn computer. Gewoon, ja, yeah, oké, chillings. Ik vond het altijd al eens leuk om te vertellen hoe het is begonnen. En het is echt op een hele kutte manier begonnen. Maar dat, ja, oké. Die mensen wonen daar al fucking lang. Ik woon hier al fucking lang. Ik skateboarde vroeger heel veel. En dat maakt een enorm kutgeluid. Geef het toe, skateboarden maakt een kutgeluid. Hij schreeuwt altijd.
De tijd non-stop geluiden van skateboarden en ik deed dat op straat op de stoep. Dan hangden die mensen hun keel zo fucking hard uit, dat ze op een bepaald moment gewoon zorgden dat ik daar niet meer kon skaten door allemaal dingen voor hun deur te leggen. Maar dat hield mij niet tegen, ik ging gewoon door op straat en zo. Ik denk dat die mensen gewoon echt fucking ziek heb gemaakt door die skategeluiden. Die mensen zijn redelijk oud, oké? Als jullie deze video zien, hallo, fuck off. Hopelijk verhuizen ze snel. Ik weet niet waarom ze hier nog naartoe komen. Ze zijn hier één keer per 3 weken of zo. En ik zie ze bijna nooit. Ik weet amper hoe ze eruit zien. Waarschijnlijk weten ze niet waarom ik YouTube doe. En snappen ze daarom ook niet waarom ik zoveel schreeuw en zo. Ook irriteerde het hen dat er veel licht uit mijn raam komt in de nacht door die softboxen. Die mensen zijn, ja, heel kut. Heel kut. Hoop dat ik hen op een dag zie geraakt worden door een grote komeet. En hen gezegd, op hun huis. Zo mooi op hun huis. Zo net niet mijn huis. Zo. Zou dat cool zijn? Yes, oké. Vond je dit nu een leuke video? Dan zeker een duimpje omhoog. Is iets korter dan mijn normale video's. Maar dan, was gewoon leuk toch? Nee, was het niet. Dat jullie wouden horen, boeit dit jullie niks. Sorry. Sorry. Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Adios, bitches. Is it too late now to say sorry? Hello.